En het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur wil dat leerlingen zoveel als mogelijk doorstromen. Dit zei onderwijsminister Lilian Verrier vandaag in het ATV-programma COVID-19 Update. Ze wijst erop dat het ministerie de kinderen wil laten doorstromen naar het volgende niveau, omdat deze situatie buiten hun schuld om is. Door de COVID-19-crisis zijn de scholen gesloten, waardoor het ministerie afstandonderwijs heeft ingevoerd. De bewindsvrouw zegt dat met doorstromen er niet gesproken wordt over cijfers en overgaan. Dit zijn de belangrijkste dingen van dit niveau, dit schoolniveau, die ze moeten kennen. Als ze dat onder de knie hebben, we gaan ze nu voorlopig zoveel mogelijk laten doorstromen. En de kinderen die wat zwakker zijn, en dat kunnen we ook zien aan de hand van de cijfers, die krijgen extra ondersteuning, extra lespakketten, zodat ze een inhaalslag kunnen maken. Verder hebben we gekeken... En dat is het komend schooljaar? Nee, dat is nu. Nu nog steeds, oké. Okay. Ja. Dan hebben we gekeken van, welke ballast kan eruit? Want er is toch heel veel ballast in onze oude curricula. Ja? Ja. Romeinse cijfers. Ja. Kan jij dat nog? Jawel. Ja. Ja, klopt. Maar waarvoor gebruiken we ze? Begrijp je? Ja. Dus laten we nou even kijken, wat moeten kinderen echt kennen? Hoe vaak gebruiken we ze? Wat moeten kinderen echt kennen? En laten we daarop focussen. En daarom zijn de eerste programma's ook echt gefocust op Nederlands en talen en rekenen, die functies. Verrier zegt verder dat er mogelijkheden worden bekeken voor leerlingen die niet bereikt kunnen worden via de tv. Ook is er aandacht besteed aan de leerkrachten. En daar wordt voor de kinderen die dus niet bereikt worden via de tv, zijn we bezig met lespakketten. Dat is weer een ander programma, want je moet alle schoolleiders en de leerkrachten aan het werk zetten. Ja, maar er is geen openbaar vervoer. Dus dan zit je daar weer mee. Dus, en we hebben een kleine enquête gedaan over hoe digitaal zijn onze leerkrachten. Nou, dat viel ook al behoorlijk tegen. Dus we hebben nu eigenlijk drie programma's. Eén met focus op de leerlingen. Wat willen we via de tv aan de leerlingen meedelen? Maar ook één met focus op de leerkrachten. Wat moeten de leerkrachten weten? Ik denk dat de meesten wel weten van social media. Ja. Maar WhatsApp, en dat je WhatsApp, dat niet iedereen je kan bellen anytime. Al dat soort dingen. Dus hebben we ook daar een instructie voor. Maar ook, hoe ga je om met Zoom of Moodle? Want de particuliere scholen, die zijn allemaal bezig via Zoom. Ja. Ja, de hele klas en de juf. Dus wij kijken welke technische informatie hebben de leerkrachten nu nodig, zodat zij ook, laat maar zeggen, het bereik naar hun kinderen, klassikaal, ook kunnen gaan uitvoeren. Minister Lilian Verrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Zij sprak vanmorgen in het ATV-programma COVID-19 Update.